Jurgen, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dit is lekker, of niet? Ja, tegen de kampioen, want ik denk dat ze kampioen worden. 3 doelpunten maken binnen is heerlijk. Ja, leg ons eens even uit hoe het kan. Hè? Je verspeelt best wel eens punten in het seizoen. Of je verspeelt een voorsprong in het seizoen. Tegen vele mindere tegenstanders en tegen de aanstaande kampioen loop je uit. Ja, goed. Dat is vaak ook een kwestie van pech of geluk. Ze hadden natuurlijk ook in de tweede helft een paar doelpunten meer kunnen maken. En wij in de eerste helft ook. Dus we staan 2 keer alleen voor de keeper ook. Dus de eerste helft was voetballend oké. De tweede helft kwamen er eigenlijk niet echt meer uit. Biedt het ook wat meer perspectief voor richting de play-offs? Het is gewoon een ploeg die van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen? Ja, maar dat is de keukenkampioen-divisie. Je kunt van iedereen winnen en verliezen. Dat is trouwens in het voetbal überhaupt. Dus. Maar maar jullie zijn toch in staat om de aanstaande kampioen te verslaan? Ja, nee, ja goed. Die hebben ook nog heel weinig doelpunten tegen. Dus als wij er 3 maken en we krijgen denk ik 6, 7, 100% kans. Nogmaals, zij ook. Maar wij ook. Dus dat, wat dat betreft gebiedt dat wel perspectief. Wij hebben boven best wel genoten van Bouchoirie met vlagen, met acties. En wat maakt die jongen voor een ontwikkeling door? Jij ziet hem elke dag natuurlijk. Ja, is gewoon een goede speler aan de bal. Zonder bal had hij vandaag wel heel veel problemen. Dat hebben jullie misschien niet gezien, maar ik wel. Maar hij is gewoon een goede speler. Met een jonge jongen met heel veel doelgroeimogelijkheden. Mogelijkheden. Dus. En we zijn ontzettend blij met hem. Hij had ook niet de makkelijkste tegenstander vandaag, toch? Nee. Bij allemaal niet, hè? Nee.